Als je dan ontdekt dat je niet bestaat, dan ben je ineens zo belangrijk, dan nemen ze alles op allerlei manieren. Terwijl je eigenlijk nergens iets vanaf weet. Hallo weirdo's. Good to see you. Maar misschien wil eerst iemand iets zeggen of vragen of inbrengen. Ja. Kun je mij vertellen wat volwassenheid is? Maar om het heel simpel te houden, laten we zeggen niet kinderachtig of puberaal zijn. Dat is een ingang. En kinderachtig is bijvoorbeeld je de hele tijd achter je verleden verschuilen. Ja, komt mij tamelijk kinderachtig over. Of de andere of de omstandigheden de schuld geven. Of vinden dat die koffie eigenlijk iets eerder had moeten komen. Maar wel zo is, maar om daar nou over te klagen. Kortom, een volwassen wezen, ik noemde het vroeger 100 jaar geleden, een mens uit één stuk, die kan staan, die zich niet van alles en nog wat afhankelijk opstelt, die niet, het zijn dus vooral nieten, hè? Niet de hele tijd bevestiging nodig heeft. Die niet per se aardig gevonden hoeft te worden, die niet eenzijdig is. Dus bijvoorbeeld is er een, zeker in de spirituele hoek, zo'n idee dat je naar compassie en empathie alles wel fixt. Wrong. Zoals Jordan Peterson is een psycholoog, dat is leuk, zoek het maar eens op. Ik vind het een goede gast. Wel eens zei van een grizzlybeermoeder, die is totaal vol compassie voor haar jongen. Maar als er iets in de buurt komt wat ze bedreigt, it will rip them to pieces. Dus compassie is nuttig of empathie voor sommige situaties en voor anderen is dat niet handig. Als de Chinezen Tibet binnenvallen, kun je wel gaan zitten bidden en vriendelijk toekijken. But they're gonna kick your ass. Dus het was handiger geweest om te gaan vechten. Want afmaken doen ze je toch. Zoiets. Dus, dat geldt ook voor vrouwen, maar die term wordt vaak zo gebruikt. Man up. En dat geldt dus ook voor als er emoties in je opwellen. Weet je wel, dan kun je gelijk in de hoek gaan liggen en vinden dat het unfair is of dat het niet zo zou mogen zijn. But you could also man up. Maar gewoon blijven staan en die emotie laten doen wat hij wil doen. En dan ga je er niet mee iets uithalen, je gaat er niet voor op de vlucht, je gaat niet proberen het te veranderen. Dus wederom, het woord niet is heel belangrijk. Als die volwassen toestand zich manifesteert, dan doe je een heleboel niet. Een heleboel van wat voor normaal gehouden wordt, doe je dan gewoon niet. Of gebeurt niet, beter gezegd. Is dat een soort van begin van antwoord? Ik neem aan dat je bedoelt dat niet eigenlijk een vanzelfsprekendheid is als je volwassen bent. Yes. Niet dat je je inhoudt om voilà. Volwassen te zijn. Exact. Volwassenheid is dus iets wat is of wat niet is. En dat kun je niet faken. Wat wel kan door te observeren, vandaar dat in het kopje stond observeren en volwassenheid of authenticiteit. Dus door te observeren kun je bewust gaan worden wat onvolwassen gedrag voor effecten heeft en als zich dat manifesteert, wat volwassen gedrag
voor effecten heeft. En dan zul je zien dat dat tot andere uitkomsten leidt. Klagen bijvoorbeeld, of zelfmedelijden, als je oplet, als dat lukt, als je kunt observeren, dan ga je merken dat het je energie verzwakt. Terwijl als je gewoon je onfortuinlijke episode onder ogen komt en het gewoon ziet en voelt zoals het is, dan verzwakt het niet. Dan is het gewoon een gebeurtenis. Dus wat we heel veel doen, is wat heel veel voorkomt vanuit die onvolwassen modus. Er gebeurt iets wat we dan niet prettig vinden. Dan gaan we daarover klagen en zeuren en onze vrienden bellen en sympathie winnen voor ons verhaaltje. En dan denken we dat dat helpend is. Maar feitelijk zit iedereen elkaar te verzwakken. Een echte vriend, als er een volwassen vriend in de buurt loopt, die zou na 5 minuten zeggen, bam, en nou back houden, man up. Grow a pair. Dus in die volwassen toestand is het al bijna onmogelijk, bijvoorbeeld, om je slachtoffer te voelen. Of het idee te hebben dat je iets is aangedaan, of wordt aangedaan. Er zijn gewoon situaties. Sommige zijn prettiger dan andere, obviously. Maar slachtoffer slash zelfmedelijden is een raar verhaal. Dus we kunnen vanuit het observeren, als die mogelijkheid zich aandient, want dat kun je ook maar niet afdwingen, gewoon door te observeren en te kijken, heel goed gaan zien in onszelf, waarbij er een soort respons op een situatie komt die samenhang vertoont, die adequaat is, zo je wil. Of wanneer we in een soort kindmodus schieten. Van mijn zin, ik wil mijn ijsje nu. Of ik wil gelijk krijgen, of ik wil een ei over mijn bol krijgen, omdat toevallig iets goed ging. Je wordt niet echt blij van, hè? Heeft volwassenheid ook met een verminderde identificatie te maken? Ja, yes, heel goed. Ja, hoe zit het met stress? Ik schoot net af op de fiets wel in de stress, want ik kon de route niet vinden. Nou, en dan ben ik eigenlijk even die stress, paniek, mijn ballen op, wanneer het wat groter trekt. Maar het identificeren in ieder geval. Dus wat je heel goed kan merken is dat volwassen mensen, laten we zeggen, veel losser in die identificatie zitten. En dat, ik bedoel, perfect krijg je het nooit, hè? Dus voor de goede orde. Ga nooit verwachten dat je nooit meer gestrest zal zijn, weet je wel, als volwassenheid zich manifesteert. Want soms vindt het universum het gewoon leuk om daar stress te laten plaatsvinden. Het grappige is wel, als er niet zoveel identificatie is, dan kan die body-mind nog gestrest zijn. Maar dan sta jij er als het ware bij te kijken van, nou, oké. Stel je even lekker aan, joh. Niet dat je dat denkt, maar weet je wel, zo'n sfeertje is er dan. Nou, dan maakt dat ding zich even druk, omdat hij het leuk vindt in die situaties zich druk te maken. Jarenlange training. Alleen, het voelt niet meer als van jou. Het is gewoon dat ding wat dat doet. Je blijft er meer present bij. Yes. Ja. En dan is het eigenlijk best grappig. Het voelt het altijd als... Maar zo'n klepel die... Yes, exact. En dan blijft hij een beetje stilstaan. Nou, een ander beeld is, die gebruikte, dacht ik, Wayne Lickerman. Dan heb je zo'n pendulum. En dan zegt hij van, als je helemaal onderaan zit, dan is de uitslag het grootst. Maar als je helemaal bovenaan zit, dat is maar ook een klein beetje beweging. Dus, en dat is een aardige vergelijking voor dat volwassenheidsgebeuren. Van hoe meer je die identificatie ingaat, hoe groter de bewegingen. Hoe groter de emotionele turbulentie en de kracht van de opinies, en, you know. Terwijl daarbovenaan, ja, op dat draaipunt zelf beweegt eigenlijk helemaal niet. En het herkennen daarvan, dus daar hebben we het zien of het observeren weer voor nodig. Als die helderheid er is om het te observeren, kan het observeren zelf eigenlijk al je weer terughalen, als het ware, naar... staten van minder identificatie.
Dus daarom is het, blijft dat woord van zien of observeren zo belangrijk, omdat de andere modus die we hebben is eigenlijk een onvolwassen modus, namelijk vinden dat het niet goed is. Dat heet veroordelen. En dat hoort bij die grotere uitzwaaien. Dus dan heb ik mijn irritatie en dan ga ik ook nog een keer dat afkeuren en ik vind het niet advaitisch genoeg of weet ik veel wat, ik noem dat dan stapelen. En gewoon herkennen van, oké, ja, hier gaat hij. All right, just keep looking, breathe. Wat gebeurt er als ik helemaal niks doe? Hoe lang blijft het dan hangen? Of gaan? Als je geen enkele, want identificatie is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat je er energie in stopt. Maar als je eruit blijft, stop je er geen energie in. Nou, dan doet die pendulum misschien 3 of 4 keer nog op en neer. Dan is de energie eruit, hangt die weer stil. Maar hoe drukker ik me maak over mijn druktemakerij, hoe langer het duurt. En dat is dus leuk om naar te kijken, want identificatie heeft altijd te maken waar jij als organisme belang aan hecht. Want je kunt je alleen druk maken over dingen die je belangrijk vindt. Nou, voor de ene is dat dit, voor de ander dat. Dus die gerichtheid, zou ik maar zeggen, die dan ontstaat, is precies de energieverbinding. Ik wil wel dat dit gebeurt en niet dat dat gebeurt. Dan zit er een soort connectie. Nou, dan kan er energie heen gaan en dan kan het groter worden dan nodig of groter worden dan het is. Het is overigens dat gericht zijn ook heel handig, want als je iets wil pakken, is er wel focus nodig. Dus in die zin is focus niet per se slecht. Maar je kunt wel zien dat als het gaat over being involved, dus te betrokken worden op dingen, of in dingen, dan gaat er enorm veel energie in zitten. En dan is dat dus ook heel grappig. Voor jou is er dan dat onderwerp kei belangrijk, terwijl er misschien 10 man omheen staan en die hebben niet eens in de gaten wat er gebeurt. Want voor hun doet dat er niet toe. Van ja, oké, dat deed iemand onaardig, noem maar wat, weet je wel. De ene, want iedereen moet aardig zijn en weet ik veel, allerlei christelijk-boeddhistische overtuigingen. En die anderen die hebben zoiets van, oh leuk, een schoft. Cool, hi, koffie. Waar we dan weer ruzie over kunnen gaan maken natuurlijk. Dat is vooral in families populair. Dan is gewoon de aandacht gefocust. Want present zijn heeft niets met aandacht te maken. Nee, in present zijn kan aandacht gericht zijn op iets of niet. Maar er is geen identificatie mee. Want aandacht is gewoon een functie. Net als handen of een hart. Nou, dat kan zeg maar vrijelijk functioneren. Of dat ik daar de hele tijd bij betrokken ben waar die aandacht heen gaat. En oeh, ik moet niet aan. Hier moet ik niet aan denken. Ja, denk ik er toch wel aan. Daarom is verlichting eigenlijk toffer dan volwassenheid. Maar ja, dat kun je niet doen en dat gaat jullie niet lukken, dus ja. Ja, 1 misschien. 2. 2, hooguit. Dus, een hele goeie. En daar had ik een tijdje terug al een tweetje over gedaan. Het is een heel simpel principe eigenlijk om de volwassenheid wat te stimuleren. Is, lieg niet. Dat gaat nog net niet zo ver als spreek de waarheid. Ja, dat vond ik nou, dan moet je op vrijdagavond niet gelijk mee aankomen. Maar gewoon niet liegen. Dus ook daar weer bedoel ik niet om je te jezelf te gaan veroordelen, maar gewoon om te observeren als je aan het praten bent. Wat doe je nou? Weet je wel? Waarom zet je een dingetje nog net even aan? Of overdrijf je het een beetje? Of voel je dat je iets moet zeggen tegen iemand, maar je doet het niet? Weet je wel? Dus als je gewoon zo'n heel simpel themaatje neemt, liegen, en je gaat gewoon echt observeren. En dat is weer zo'n ding van, dat gaan de meesten niet doen. Dat is jammer, want dit soort breekijzers kan gigantisch veel aan het licht brengen. Ik heb me laten vertellen en ik vond het schokkend, want ik heb het daar al niet zo op mensen. Maar ze zijn nog erger dan ik dacht. Ik hoorde dat in sociaal verkeer mensen ongeveer 3 keer per 10 minuten liggen.
Wow. En daarmee bedoelen ze niet van keiharde leugens, maar gewoon dingetjes net even anders. Of claimen dat je iets weet terwijl je het helemaal niet weet. Of, nou ja, whatever. Het is een hele leuke om gewoon het licht eens aan te doen, bij wijze van spreken. En gewoon te kijken wat er voor gedachten verschijnen. Of als je je al laat verleiden tot praten. Om gewoon erbij te gaan staan en te kijken. Wat gebeurt er? Honderden kleine motiefjes zijn de hele tijd bezig. Wij denken een iemand te zijn. Maar er zijn honderden kleine patroontjes die de hele tijd aan het sturen zijn. En die, ik wil hier dit mee en hier wil ik daar mee en met die wil ik dat. En die moet ik te vriend houden. Dus een tijd terug zei iemand tegen me van... ja, alle politici die, dat zijn leugenaars. Ik zei ja, en alle mensen zijn politici. Want ook in onze leventjes, als we eerlijk zijn en we letten op, dan zijn we gewoon, als we niet uitkijken en als we onhelder zijn, de hele tijd politieke spelletjes aan het spelen. Van die mag zo dichtbij komen, maar niet dichterbij. Die moet bij mij blijven en die moet ik te vriend houden, want hij is zakelijk handig. Of als ik die echt ga vertellen waar ik ervan denk van oeh, dan breekt de hel los. Dus ik blijf gewoon lachen. Ja, nee, niks aan de hand hoor. All that shit. En ego, want spirituele lui die hebben het wel eens, de gezeur hebben we wel van gehoord, hè, van in het nu zijn. Nou, dat ego is altijd kei in het nu, in de zin van dat hij alleen maar aan korte termijn belangetjes doet. Dus liever 10 keer een conflict vermijden dan 1 keer man up en het aangaan. En dan denken dat iedere keer als dat conflictje vermijden is, dat er iets gewonnen is. Nee, je hebt de ellende een klein beetje laten groeien. Het is een soort verkankering die plaatsvindt. Weet je wel, je weet dat je het moet doen, je weet dat je het moet aangaan, maar je buigt liever voor angst. Dus zeg je maar oké, terwijl het niet oké is. Of althans voor jou niet. Hoe het voor een ander is, is not your problem. Weet je wel, maar, en dat kan dus in relaties gaan zitten, en niet per se liefdesrelaties, maar werkrelaties. Anywhere waar people bezig zijn, zit dat soort dingetjes de hele tijd. Inschatten van... laat dit maar lopen. De hele tijd, weet je wel. Liggen, buigen, draaien, kleuren. For what? Zoals we meer vrijheid en meer volwassenheid of echtheid willen, is het handig om naar zoiets te kijken. Met ieder klein draaitje, met iedere twist of truth, weet je wel, versterk je het oude, de gevangenis, het onvolwassene. Ja, het is verzwakkend. Want we hebben niet in de gaten dat we op het relatieve niveau eigenlijk constant onszelf aan het trainen zijn. Nou, als je gewend bent bijvoorbeeld om conflicten te vermijden, dan op een gegeven moment word je daar heel goed in. Dan zul je niet eens doorhebben dat iemand die de hele tijd probeert conflicten te vermijden, dat hij steeds verder in de hoek komt en dat mensen over je heen gaan lopen. Want jij gaat de confrontatie toch niet aan. Want we zijn eigenlijk aangeklede apen, we zijn dieren, allesvreters. Weet je wel, dus op een energieniveau, net als honden dat doen, we ruiken gewoon of iemand zwak is of dat iemand staat. Iemand die staat, die wordt niet geboeid, zal ik maar zeggen. Iemand die alles de hele tijd probeert met de mantel de liefde, die wordt wel degelijk geboeid. Die wordt genept waar die bij staat. En ja, wat mij betreft, die vraagt er ook om. Sorry, it's a cruel world. En het is te begrijpen voor een deel. Vanuit, ik kan dat niet nagaan, ik ben geen psycholoog, maar die hebben me wel eens verteld van dat conflicten vermijden heeft een functie. Als je kleine kinderen hebt rondlopen, dan is conflicten bij kleine kinderen een heel slecht plan. It's dangerous. Alleen op een gegeven moment kan dat een patroon worden wat niet alleen meer geldig is als er kleine kinderen zijn, maar er zijn misschien helemaal geen kinderen meer in de buurt.
of er is een situatie waar helemaal geen kinderen bij in de buurt zijn. En dan hebben we ons zo getraind om het maar gezellig te houden, om het conflict maar te vermijden, dat we dat maar blijven doen. En dan krijg je op een gegeven moment, en die zie ik regelmatig, ook voor me zitten, ja, en ik heb zoveel gedaan voor die en die en ik krijg er nooit wat voor terug. Nee, vind je het gek? Je zegt ook nooit wat je wil. Maar dan hebben ze Advaita-boekjes gelezen en dan mag je niks willen of iets dergelijks, of er is geen ik of zoiets, ze hebben de klepel horen hangen. En dan denken ze dus dat ze niet nee mogen zeggen of fuck off of doe ook eens wat. Dat staat er niet. Maar dan wordt er vanuit die please conflict vermijd strategie net die elementjes uitgehaald die passen bij de alheersende overtuiging van het is beter om alles uit de weg te gaan. Nou, goed. Is dit een beetje een leuk onderwerp? Of? Niet uit de weg gaan confrontaties, maar dan kun je gewoon ruzie krijgen met iemand. Ja, precies. En dat kan wel eens hard nodig wezen. Maar dan wil je het ook niet? Wel als het nodig is. Dan heb ik liever ruzie, of niet per se ruzie, maar de confrontatie heb ik liever dan dat de hele tijd alles maar daar blijft zitten en de boel beïnvloedt. En in feite de relatie verkankert. Dat is de manier waarop je iets gaat zeggen. Nee, het gaat er eerst om in te zien dat de hele tijd de boel uit de weg gaan niet dienend is. Mm-hmm. Niet jou niet en de ander ook niet. Wat gebeurt er als we heel veel dingen merken die ons irriteren, bijvoorbeeld aan iemand, en we zeggen dat allemaal niet, dan gaat het stapelen. En je krijgt steeds meer aversie tegen die ander. Het kan zelfs zo zijn dat je eerst gewoon gek was op iemand, en door al die onuitgesproken dingen op een gegeven moment die bouwen op, en you suddenly start to hate them. En dan gaan we zeuren over te veel troep die nog in het putje zit. Of dat de schoenen naast het schoenenrekje staan en dat soort diepgaande dingen. Of van die misprijzende blikken of zuchten de hele tijd. Wat is er, schat? Nee, niks. Dus als mij iets irriteert, dan zeg ik dat gewoon. Dat wil niet zeggen dat die ander gaat doen wat ik vind dat hij moet doen of laten. Maar ik ga dat niet allemaal eronder houden. En die ander, zeker als die om mij geeft, mag best zien dat ik geïrriteerd ben. Als die echt om me geeft, dan doet dat misschien iets. En zal ik niet daardoor gelijk afgewezen worden. En als dat wel zo is, nou dan hebben we blijkbaar gewoon een kutrelatie en dan kunnen we er beter mee ophouden. De manier waarop je iets zegt, vind ik altijd mooi. Nee, maar jij durft het nog helemaal niet te zeggen. Ja, nee, dat klopt helemaal. Dus het gaat helemaal niet over die manier. En de manier om iets te zeggen ga je nooit leren als je nooit wat zegt. Je kunt ook niet leren lopen als je nooit eens gaat lopen. Dan kun je wel zeggen van ja, maar als je gaat lopen ga je vallen. Yeah, you will. Hebben we allemaal gedaan. Allemaal kapotte knietjes gekregen. En dan stond je gewoon weer op. En dan probeer je het nog een keer. En wat je ook kunt merken is van, omdat er heel veel dingen niet gezegd zijn, zit er vrij veel lading op. Dus als je dan eindelijk wel eens iets gaat zeggen, komt al die lading die niks met dit moment te maken heeft, maar die je allemaal opgespaard hebt, die komt eruit. Dat vrees je, dus dan hou je dat maar weer eronder. En dan zeg je nog maar een keer ja, terwijl je nee voelt. Of omgekeerd. Totdat de bom barst. Ja, nou, ik heb een voorbeeld. Want ik had met een vriendin wilde ik een keer wat bespreken, maar ze wilde het niet horen. Ze zei, ik sta er niet voor open. En dan ga je dan doen? Nou, dan ga ik gewoon toch zeggen, ook al wil zij het niet horen, want het gaat niet over het resultaat in eerste instantie. Het gaat erover dat ik me uitdruk. Dat ik niet tegenhou. Want in dit geval, als het gaat over zijn en doen, is het tegenhouden het doen. Als ik gewoon alleen maar ben, dan drukt het zich uit. Maar als ik niet alleen maar gewoon ben, maar ik ben politiek bezig, dan hou ik het tegen.
Dat is doen. Ja, misschien begrijp je me niet, maar ik wil het met haar bespreken, maar ze zegt ik wil niet bespreken. Ja, dat is mooi, maar dan ga ik het toch zeggen. Ik heb geen boodschap aan wat die ander niet wil. Ik wil je dit toch zeggen, hier blijven. En otherwise, I got nails. Dan krijg je ruzie. Maar je laat het tegenhouden door innerlijke overwegingen of door anderen is geen manier om volwassen, laat staan, om vrij te worden. Dan hou je jezelf de hele tijd in een soort energetische gevangenis. Oeh, ik voel eigenlijk dat dit eruit wil, maar nee, want dadelijk hebben we weer ruzie. Want dan komt die ego eraan en die begint meteen allerlei doemscenario's te verzinnen van als je jezelf gaat uitdrukken, dan raak je iedereen kwijt. Nee hoor, alleen de assholes. Mensen die er werkelijk zijn, die gewoon aanwezig zijn, of die echt je vrienden zijn, die kunnen ook iets horen. Anders zijn het je vrienden niet. Dus zoals iemand laatst riep dat, van mensen die je te vriend moet houden, zijn meestal je vrienden niet. Vond ik een hele goeie. Eigenlijk nooit. Ik wil het bij mezelf houden. Heel verstandig. Ja. Je kunt alles beter gewoon eerder zeggen, namelijk op het moment dat het gezegd moet worden. Ja. En je weet innerlijk donders goed wanneer het gezegd moet worden, dat is namelijk die halve seconde voordat je het tegenhoudt. Ik durfde het niet. Yes. En dus kiezen we voor angst. En angst, hè? Yes. En iedere keer als we op dat vlak kiezen voor angst, dat is een onverstandige angst, verzwakken we onszelf. En wordt het de volgende keer nog lastiger. En we trainen ons dus, wat ik net al zei, om te buigen voor angst. Te buigen voor gefantaseerde gevolgen, want ik weet het helemaal niet. In mijn geval, ik begon op een gegeven moment gewoon te zeggen wat ik zag en hoe ik het zag. En dan komt er 40 man op af en die betaalt er ook nog voor. Hoe cool is dat? Terwijl ik ook dacht van, nou, dan houdt niemand meer van me. Als ik eenmaal ga zeggen wat ik zie. Fout. Een aantal vonden dat niet leuk en die verdwenen. Good. Fuck off then. En anderen kwamen daarvoor in de plaats. Die wilden het wel horen of vonden dat verfrissend of whatever. Weet ik veel wat ze ervan vinden. Maar die liepen niet gillend weg in ieder geval. En die hadden zelfs af en toe zoiets van, hey, oké, dat was best pittig. Maar dat moest ik wel even horen. Ja, ik vind het een leuk onderwerp. Het laatste half jaar ben ik steeds gekker van mezelf. Ik kan het me voorstellen, ja. Ja, nee, dat snap ik. Ik ben steeds drukker in mijn hoofd. De ene waan idee naar de andere. Jezus, wat is hier dan? Nou, doorvoelen, onderzoeken. Niet zie ik niet per se dat ik er af en af wilde niet. Opeens kom ik erachter van, zat er eens tijd zijn dat je de eerste stap neemt. En alleen dat besef al, dat gaf zoveel rust. Dan moet je nu oppassen dat je niet meer in slaap valt. Ja, dat is de valstrik. Want ik bedoel, dit is wel heel fijn om te ontdekken van, voor mezelf de deuren openzetten, want wat is er aan de hand? Daar echt naar willen kijken. Yes. En dan ieder antwoord is goed genoeg, want ik weet toch niet hoe het komt. Mm-hmm. Ja, dat is dus een ander kenmerk. De bereidheid om waarheid te horen of te zien. Yeah. Want nogmaals, anders dan realiseren we ons, en iedereen zal dat ook herkennen, oh, dit moet ik eigenlijk doen of laten. En dan zijn we zo blij met die realisatie, dat we het vervolgens niet doen of laten. Ja, ik heb het helemaal ingezien, ja, maar er is niks gebeurd. Het was de aanzet om in beweging, inderdaad, een stap te zetten. Get off your backside. Daar kan het ego hele leuke spelletjes mee uithalen, hè? Doen en niet doen. Dan kan hij dus op momenten dat je gewoon weet dat je iets moet aanpakken, kan hij beginnen te roepen, ja, maar er is niemand die iets doet. Het gaat niet over doen, het gaat over zijn. Heb ik gelezen, zegt Hans ook.
Kijk maar, hier is dat clipje waar hij dat zegt. Ja, maar dat was een andere context. Die andere leuke is van, ik heb het niet in de hand. Ja, wat zo is, alleen op dat moment als een excuus gebruikt wordt. En daarom ben ik zo fan van helderheid en observeren, want dan weet je dat meteen. Als iemand realiseert dat hij niets in de hand heeft, is het een heel ander verhaal. Als het zo de hele tijd geroepen wordt, of ja, zo is het nou eenmaal. Het is zoals het is. Ja, dat is een bezwering, een excuus, een smoesje. Ja, bij mij is het dan wel dat ik gewoon weet van, ik ben niet sterk genoeg, dat vind ik zo erg, als ik weet dat die anders krachtiger is dan mij. En ik, daardoor denk ik van, ik ga deze strijd niet winnen. Ah, dat is heel goed dat je dat zo zegt. Want de confrontatie niet uit de weg gaan heeft niks met winnen te maken. Maar gewoon dat er gezegd wordt wat er gezegd moet worden. Dus, even wachten. Dus het principe, wat ik net al even liet vallen, niet hechten aan het resultaat, is cruciaal. Er wordt hier van mij, bijvoorbeeld, gevraagd, en ik moet dan met een hele groep ruzie maken, zeg maar, om te zeggen hoe ik het zie, hoe ik het voel, hoe ik het ervaar, wat ik weet. En er buiten te laten wat ik niet weet, wat ik niet ervaar, enzovoorts. Dat. Maar ik moet niet hier zitten hechten of op jacht zijn naar een resultaat. Nou, zo doe ik dat. En want dit gebeuren is een gevolg van hoe ik al 25 jaar of whatever leef. En dat was toen niet in een kerkje met een hoop mensen eromheen, maar gewoon. Ik begon gewoon dingen te roepen. Of anderen het daarmee eens waren, het konden inzien of whatever, daar ging het niet over. Ik zie dit. En dat raak je aan. En die ander is totaal vrij, of feitelijk onvrij, maar we noemen dan totaal vrij daarmee te doen of te laten wat hij wil. Het gaat er niet om dat ik gelijk krijg of win of dat die ander gaat doen wat ik graag heb. Maar dat ik leer te zeggen waar het op staat, als dat nodig is. Net zo goed als ik moet leren mijn mond te houden als dat aan de orde is. Want het kan ook zijn dat ik iets wil zeggen tegen iemand die kei gestrest is. Dan is dat een heel slecht moment om een brief te posten. Maar dat gebeurt dan automatisch. Doe je het een keer, dan is het net als een keer de moment. Ja, dan is het ook nog een keer. Precies, en daarom is dat observeren dus zo belangrijk. Klopt dit? Is de brievenbus toegankelijk? Dus eerst moeten we heel goed kijken. Heel goed luisteren. En dan weten we van, oké, ja, nu. Dan is de kans dat de brief aankomt het grootst. Wat ermee gebeurt? I don't know. Maar als iemand al stijf staat van de stress, of ik breng het met veel te veel lading, dan gaat hij reageren op de lading en niet meer op de boodschap. Daarom kwets ik graag mensen door een grap te maken. Want dan moeten ze lachen en kunnen ze zich niet verdedigen. Dan zijn al die voorwaarden er niet, maar dan moet het toch nog gezegd worden, want dan is dat het moment. Bijvoorbeeld, Lijkt me sterk. Ja, en toch kan dat echt voorkomen. Ja, een heel enkel keertje, maak daar geen wet van. Ja, ik had het dus een keer. Ja, één keer. Ja. Dus dat is niet relevant. Nee, dat was één keer, want ik denk van, ik moet er nu iets van zeggen. Ja, goed, mooi, dat kan. Weet je wel, ja. En bij anderen denk ik dat ik de waarheid zeg. Ja, dan weet ik zeker eigenlijk. Dus dan weet ik dat het eigenlijk over is. Een vriendschap van 25 jaar. Als ik echt zeg waar het op staat, dan is het denk ik voorbij. Ja, ik hoor hoe je denkt. Ja. Maar dat heeft voor een heel deel met de lading en met de timing te maken. En nogmaals, hoe stap ik een gesprek in? Wil ik die ander de waarheid door de strot duwen om gelijk te krijgen? Wil ik die ander vernederen? Of wil ik hem gewoon vertellen wat ik zie? Because I care. Not because I hate you. Mensen waar ik een hekel aan heb, die vertel ik helemaal niks. Weet je wel, ik vertel mensen iets om wie ik geef. Of mensen die een... Ik ga met mijn hand in hand. Nee, dat kan niet. Ja, echt. Nee? Dat ik van iemand toch heel veel hou, maar op zo'n moment
doen. Ja, zeker. En op die momenten moet je je bek houden. Dan ben je niet in staat om ook maar iets fatsoenlijk over te brengen. En de ander zal niet anders kunnen dan op jouw haatgevoelens reageren. Dan vertel je niet meer eerlijk hoe iets zit. Dan heb je de bedoeling die ander pijn te doen. Dat is iets heel anders dan om een boodschap geven. En dat onderscheidingsvermogen hoort dus ook bij die volwassenheid. En nogmaals, niemand wordt perfect. Dus een keer daarnaast zitten, oké, that's life. Weet je wel, maar ik kan toch voelen zeker, wanneer ik zo razend ben dat ik iemand eigenlijk zijn strot af wil bijten. En dat alles wat er dan uit mijn bek komt, will be bleach and glass and nails and knives and guns. Daar is niet iemand iets aanreiken, dat is gewoon het proberen kapot te maken. En waarbij ze dus zo lang je bek houden dat op een gegeven moment dat... Ja, uiteraard, natuurlijk. Daarom zei ik net ook tegen haar van, als je dat maar lekker genoeg laat opstapelen, als je dan een keer iets zegt, dan heb je kans op explosiegevaar. Dus is het handiger om eerst eens te beginnen bij jezelf, dus niet gelijk allemaal anderen gaan lastigvallen, maar eerst eens te leren observeren van, wat vind ik nou eigenlijk echt? Gewoon in kleine dingetjes. En misschien eens met kleine dingetjes beginnen van, doe dat eens niet. Ik vind het niet prettig. En niet gelijk de dingen te pakken waardoor je explodeert. Gewoon, start simple. Want er is een andere truc van het ego die ik wel verklappen wil. Van dan, als die dan al overweegt om iets anders te gaan doen of iets te gaan laten, dan gaat hij meteen het moeilijkste, het zwaarste en het grootste erbij slepen. En dat is een perfecte methode om het helemaal mis te laten gaan, zodat je nooit meer je mond open hoeft te doen. Ja, ik heb één keer gedaan wat die lul zei en nou, de familie ligt uit elkaar. Ja, waarheid. Zwaar overschat. Mijn huis uitgezet, mijn baan kwijt. Kinderen willen me niet meer zien. Zelfs de hond bijt me tegenwoordig. Eén keer. What did I do? Ja. Nou, anderhalf uur staan razen, omdat je 30 jaar je mond niet open hebt gedaan. Tegen iedereen. Toen hadden ze allemaal zoiets van, ja, oké, die is wacko, wegwijzen. En gelijk hebben ze dan. Ja, tuurlijk. Want als hij open kan zijn, dan kan er gebeuren wat gebeurt. Ja, en die openheid, het is mooi dat je dat benoemt. Die is dus tamelijk afwezig in de onvolwassen toestand. Dan is het een heel gecomprimeerd, jammerig, naar binnen gericht wezentje. En dan gaat het alleen maar over me. Het is een heel klein wereldje, eigenlijk. Waar heel veel energie in zit, maar het zit allemaal opgesloten. Terwijl die openheid is bijna het tegendeel daarvan. Er is net zoveel energie, alleen die is veel meer vloeibaar. En dingen plakken niet. En Krishnamurti die riep vroeger al eens van, als er werkelijke aandacht en werkelijke openheid is, laat het leven geen littekens na. Dat kan alleen als er comprimering is. Als jij zo hard wordt als een biljartbal, kunnen er krassen in. Maar probeer de lucht maar eens te raken. Het gaat niet. Niks blijft plakken. Er kan heel even een verdichting zijn in die lucht. Boom. En dan is het weer weg. Terwijl in de ego of de onvolwassen modus blijft alles hangen. En dan zijn mensen nog dagen de gesprekken aan het herhalen en ik had eigenlijk dit moeten zeggen en de volgende keer dat ik hem tegenkom, dan zal ik hem eens... Nee. Is openheid ook met vrijheid te maken? Yes, sure. Als je daarin kunt gaan staan, dan noem ik al mijn twee voeten op de grond, dan is het heel anders. Yes. Het is net zoals de wind door de bomen waait. Hè? Die blaadjes bewegen. En
Die beweegt alleen en die doet verder niks. En als de tijd is om los te laten, gaat het vanzelf los. Ja, zeker. Oké. Thank you. Zo dus. Dus volwassenheid is eigenlijk je meest natuurlijke staat. Ja. Yes. Ja, het minst, minst normaal, maar het meest natuurlijk. Yes. Yes. En kijk, zolang wij nog in die modus zitten van ik ben iemand, dan geloven we ook dat we iets kunnen doen. Nou, je zou kunnen zeggen volwassenheid is te doen. Daar kun je dingen aan doen, wakker worden niet. Het is wel je ego. Nee, niet, het is niet ego, het is organisme. Je verhuist eigenlijk van de ego-modus naar gewoon een organisme zijn of een energieveld zijn. Dus het wordt veel minder persoonlijk. Er is nog steeds een gevoel van ik ben iemand, ik ben een persoon, maar los. In plaats van dat het zo'n keiharde cocon is. Dus je komt, zou je kunnen zeggen, heel los in je ego te zitten. Dat is een prettige toestand. En die is te doen. We moeten een paar dingen onder ogen komen. En een paar patronen die we kunnen herkennen als er genoeg helderheid is, doorbreken. Dus eigenlijk de verzwakkende dingen, de chaotische dingen, zo je wil, aanpakken. Want er zit een inherente neiging in ieder dier eigenlijk, en mensen zijn ook dieren, om een volwassen modus te bereiken. We hebben één klein nadeel ten opzichte van wolfjes, die zijn meteen al wolfje eigenlijk. Mensen moeten nog maar mens zien te worden. En de meesten redden dat niet echt, naar mijn smaak. Maar gelukkig valt dat niet op. Maar een wolfje is eigenlijk meteen een wolfje, maar hij heeft geen zin om klein te blijven. Hij gaat testen. Hoe sterk ben ik? Hoe ver kan ik komen? Hoe zit het? Hoe zitten de verhoudingen in de pack? Wat is wel handig als jachttechniek, wat niet? Dat zouden wij ook moeten doen, maar wij worden hier, zeker hier, heel erg beschermd en gepamperd en volgepropt met allerlei waanideeën die eigenlijk helemaal niet effectief zijn. Of die alleen maar effectief zijn als we 6 of 7 zijn, maar niet meer als we 20, 30, 40 zijn. Dus bijvoorbeeld, je afhankelijk opstellen van anderen, het is heel begrijpelijk waar dat ontstaat. Namelijk als we zo hoog zijn. Want dan zijn we afhankelijk. Zonder die reuzen, die onze ouders schijnen te zijn, gaan we dood. Alleen als je 20, 30, 40 bent en je bent nog steeds afhankelijk van mama en papa, op een emotioneel level, ik vind het er niet uitzien. Toch stikt het van de mensen die nog dagelijks bezig zijn, basically, om papa en mama tevreden te stellen en te laten zien dat ze een good boy of good girl zijn. Dat is tamelijk triest. Vandaar de bekende spirituele slogan, kill your parents. Niet letterlijk per se. Maar. Dus eerst kijken waar je die grijpe neigingen hebt. Onvolwassenheid. Ja, die eerste ding die je moet gaan doen. Om, wat je zegt, dat je zo uitbeeldt in dat te zijn. Yes. En dat leidt dus, als het wordt toegepast, als dus het belang hiervan doordringt, dan ja, alles waarvan wij doordrongen raken, gaan we doen. Want we leven op overtuigingen of aannames. Dus als dit landt, dan gaat er inderdaad een proces op gang komen van hey, ik ga mezelf confronteren. Bijvoorbeeld over dat liegen. Of me afhankelijk houden van anderen. De thema's maken eigenlijk niet zoveel uit. Maar ik ga werkelijk kijken. En dan ga ik ontdekken dat als ik een paar dingen daarvan doorbreek, dat er heel snel op allerlei terreinen vorderingen plaatsvinden. Dus waarom duurt een proces, ik heb dat vaker gezegd bij mensen, zo lang? Omdat het zo lang duurt voordat ze beginnen. Niet omdat het proces zo lang duurt.
Als iemand eenmaal de helderheid heeft van werkelijk te gaan observeren en te kijken wat dienend is voor zijn organisme of haar organisme en wat niet, als dat onderscheidingsvermogen is, dan wow, dan krijg je echt binnen een paar jaar een gigantisch transformerend gebeuren. Dan worden dingen echt heel anders. Vrij snel. En dan voelt het ook heel zuur als je normaal weer, als je jezelf... Tuurlijk, dat hoort erbij. En dat je jezelf af en toe even op de kop geeft en dat soort dingen. Het contrast wordt groot. Maar het hoort er ook bij. En nogmaals, ik heb al gezegd van een gevaar van het ego is dat die perfectie gaat nastreven. En onfeilbaarheid, en dat bestaat niet. Dus het is fantastisch, ga je op een gegeven moment vinden als organisme, dat je soms gewoon een keer uitglijdt en flink op je bek gaat. Dat reset de dingen weer even vrij aardig en voorkomt enige hoogmoed waar we behoorlijk talent voor hebben. Als je alleen al neemt het principe, ik ben de doener, dat we dus geloven dat wij beslissingen nemen en invloed uitoefenen en al dat soort zaken, terwijl vanuit verlicht perspectief we alleen maar gebeuren, weet je wel, de claim die het ego, ik heb dat gedaan en ik doe zus, terwijl je hebt je neus niet eens gegroeid, weet je wel, die gaat eigenlijk helemaal nergens over. En je wordt geleefd door conditioneringen, angsten en verlangens en dan zeg je, nee, dat was mijn intentie, nee lul, dat was your desire, nou ja, dat soort dingen. Weet je wel, dus de hoogmoed zit heel diep in ons systeem. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Nou, als we losser in die ego-modus komen, gaan we dus ook losser worden ten opzichte van het idee van doen. Dan kun je blij zijn met dat iets zus of zo ging, maar dat van, oh ja, kijk mij eens even, dat is echt heel vreemd. Dat past op het schoolplein. Als je 12 bent en een doelpunt maakt, dan denk je echt dat jij dat gedaan hebt, weet je wel. Mag ik over de slachtoffer zijn? Als een man en een vrouw bijvoorbeeld heel lang getrouwd zijn en één van de twee mensen overlijdt en de partner die heel veel verdriet en die blijft in de slachtoffer al zitten. Ja, dan moet je hem eruit trappen. Nou, dat vind ik best wel hard, wat je nu zegt. Ja, maar het doet even zeer, maar dan daarna groeit iemand weer. Kunnen we wel. Ja, zeker, maar dat is iets anders dan er een drama van maken. Dus ik zal tegen niemand, we hebben het net in de familie meegemaakt, Kasia's broer is overleden, is mijn vriendin. En dus die vriendin daarvan, die komt af en toe bij ons. Nou, dan is ze soms even verdrietig, that's all right. Maar ik ga niet toestaan dat ze een uur gaat lopen jammeren. Dat doet ze ook niet, daarom komt ze bij ons. Omdat het verdriet mag er helemaal zijn, maar er is ook iets anders. Namelijk gewoon zijn. En niet inspelen op drama. Niet voeden. Ja, maar wat zeg je dan? Wat kun je dan zeggen? Die gaat ook niet tegen iemand zeggen, dan moet ik maar even ophouden. Ik wel, als ik dat nodig vind. En sterker nog, van als je werkelijk aanwezig bent, dan hoef je heel veel dingen niet te zeggen. Mijn aanwezigheid maakt het voor anderen heel lastig om te dramatiseren. Trust me. En dat is niet omdat ik iets doe, maar gewoon omdat ik aanwezig ben. Die ballonnetjes lopen in mijn buurt vrij snel leeg. Want er zit hier geen enkele neiging om jouw drama en jouw droomcharacter te voeden. Wat er meestal gebeurt is, iemand voelt zich verdrietig en die gaat dan naar een vriend of vriendin. En die gaat dan, oh ja, dat is ook heel erg. En dan gaan ze met elkaar zo lekker in de emotionele modder liggen rotzooien. Bad. Zo hou je mensen klein en slap. Dus je mag het wel voelen, maar je mag niet over praten. Je mag best over praten, kort. En vanuit helderheid en niet vanuit emotionele meegaandheid en slappe hap. Het is niet fijn namelijk om een mens, en in principe zijn mensen of kunnen mooie composities zijn, om die de hele tijd een of andere zeikliedje te horen spelen. Dat is niet nodig. Is verdrietig zijn? Yes. Maar 2 minuten later kan er ook weer, omdat er iets leuks gebeurt, gelachen worden. Weet je wel, iemand is niet alleen de weduwnaar of weduwe.
Je bent veel meer dan dat. Dus er zit een groot verschil in momenten van rouw en zwelgen. En een vriend of een vriendin, een echte in mijn woordenboek, staat zwelgen nooit toe. Rouw wel of verdriet. Mooi. Koffie? Ja. Dank u.